Het begon met de midlife-crisis. Toen kwam het dertigersdilemma. En nu hebben ook twintigers enorm veel existentiële stress en burn-out-klachten. Wat klopt. In mijn werk ontmoet ik talloze studenten die voortdurend onrustig zijn over hun leven, relaties en toekomst. Ik heb er zelf ook behoorlijk last van. Ik wil ook graag gelukkig, succesvol, onderscheidend en als het lukt, goed voor de wereld zijn. En ja, dat zorgt voor stress. Altijd het gevoel hebben iets te willen, moeten zijn wat je niet bent. Of niet goed genoeg. De oorzaken hiervan zijn complex, denk ik. Een mengelmoes van een flinke klomp individualisering, een snufje krapte op de arbeidsmarkt, een sausje druk via sociale media en nog 50 andere ingrediënten. Maar waar het me in dit stukje om gaat, is echter niet de oorzaak van een probleem, maar de oplossing. Want volgens mij klopt die ook vaak niet. Om van het voortdurende gevoel van niet goed genoeg zijn af te komen, gaan we massaal op cursus of training. De spirituele en zelfontwikkelingsmarkt barst van aanbod om je beter te laten voelen over jezelf. Ik bezoek zelf ook een psycholoog die goede dingen zegt en ik ga naar yoga, waar ik vooral enorm zweet. Maar het levert me met name meer werk op. Nog meer om over na te denken, nog meer om te oefenen en te veranderen. Het is een soort hond die in zijn eigen staart probeert te bijten. Je komt er nooit bij, hoe hard je ook rent. De essentie van het jezelf ontwikkelen is dat je het zelf moet doen. Het is jouw probleem en jouw verantwoordelijkheid. Onze cultuur lijkt nu te zeggen, zit je niet lekker in je vel? Balen voor je. Alain de Botton noemt dat privatisering van het goede. Het goede leven, dat moet je zelf maar uitzoeken. Dat is op zich wel gewonnen vrijheid, als je het vergelijkt met het beklemmende verleden waar we vandaan komen, maar het is ook onmogelijk. Om een probleem van niet goed genoeg zijn op te lossen, moet je eigenlijk, logisch gezien, het gevoel krijgen dat je goed genoeg bent. Dit kun je best jezelf een beetje aanleren, wat minder streng voor jezelf zijn en zo. Maar ik denk dat het onderliggende probleem is dat we ons vooral enorm alleen voelen en niet genoeg gewaardeerd. Waarom zoeken we anders uren op social media naar bevestiging? En ja, ik ben ook schuldig. En het probleem van eenzaamheid is dat je het niet in een meditatieles of anti-burn-out workshop kunt oplossen. Daarvoor heb je waardevolle anderen nodig die af en toe tegen je zeggen, het is oké. Jij bent oké. Je bent goed genoeg. En vul zelf maar in wat je graag zou willen horen. En in de rat race naar een geweldig en succesvol leven zijn het vaak die mensen die we vergeten te bellen. Zo, dit stukje is goed genoeg.